Dames en heren, collega's. Mag ik u vragen plaats te nemen? Collega's, jullie hebben allemaal een plaats in dit parlement. Ik zou ze graag zien innemen door de aanwezige collega's. En ik stel vast dat er geen verontschuldigingen zijn binnengekomen. Dus normaliter zouden wij moeten een volledig huis voor ogen hebben. Dat is een mooi begin. Ik ga dus de vergadering openen. Zij komt het Vlaams parlement van rechtswege bijeen nu. Krachtens artikel 10, paragraaf 1, derde lid van de bijzondere wet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instelling. En ik verklaar dus de zitting van 2014 voor geopend. Collega's, mag ik u vragen te willen rechtstaan? Dames en heren, collega's, op 15 mei jongstleden is op 73-jarige leeftijd minister van Staat en gewezen premier van België Jean-Luc Dehaene overleden. Hij was lid van de Vlaamse Raad van 1988 tot 1995 voor de CVP-fractie. Jean-Luc Dehaene was een politiek monument. Tactisch, pragmatisch en wars van elk decorum domineerde hij grote delen van onze Belgische politiek. Hij was een belangrijk hervormer. En hier in dit parlement zullen we hem vooral herinneren als de grondlegger van onze federale staat. Jean-Luc Dehaene groeide op in Brugge in een katholieke familie. Hij was de zoon van een neuropsychiater. Zijn sociaal engagement en zijn talent om anderen te doorgronden kreeg hij wellicht van hem mee. Hij studeerde rechten en economie en was verbondscommissaris van de katholieke scouts. Zijn professionele loopbaan begon hij in 1965 op de studiedienst van het ACW. En van 1967 tot 1971 maakte hij deel uit van de zogenaamde wonderbureau van de CVP Jongeren. Het was zijn politieke leerschool. Nadien was hij verbonden aan verschillende ministeriële kabinetten, onder meer als kabinetschef van Wilfried Martens. Gestuurd door zijn overredingskracht en vanuit een vooral praktijkgerichte benadering van goed bestuur, raakte hij overtuigd van het federalisme. Hij speelde een cruciale rol in de voorbereiding van de gewestvorming. Van 1981 tot 1988 zat hij in de regering als minister van Sociale Zaken en was ook minister van Institutionele Hervormingen, een regering waar ik ook lid van was. In 1988 nam hij een verkeerswezen bij, departement waar hij mij na 8 jaar opvolgde. Zijn reputatie om politieke impasses te doorbreken en schijnbaar onmogelijke compromissen te sluiten, had hij intussen gevestigd. In 1988 en in iets meer dan 100 dagen tijd realiseerde hij, waarin anderen niet slaagden, een akkoord over de derde staatshervorming. Na de memorabele verkiezingen van 24 november 1991 trad hij zelf aan als eerste minister. Het was onder zijn leiding dat België de eurozone vervoegde en het land zich een federale staat kon noemen. Met het Sint-Michielsakkoord zette hij het dak op de federale staatsstructuur en kreeg Vlaanderen zijn eigen rechtstreeks verkozen parlement, dit parlement. De dioxinecrisis van 1999 betekende het einde van zijn premierschap, maar het maakte hem niet nostalgisch. Trouw aan zichzelf en zonder achterom kijken, verliet hij het federale voorplan. Hij was nog even senator, kreeg verschillende belangrijke bestuursmandaten aangeboden en ging voluit voor het lokale en het Europees niveau. Van 2001 tot 2007 was hij burgemeester van Vilvoorde en sinds 2004 zetelde hij in het Europees Parlement. Het ondervoorzitterschap van de Europese Conventie
die een ontwerp van de grondwet voor Europa uitschreef, was maar één van zijn vele belangrijke opdrachten. Europa was voor hem de toekomst. Dames en heren, collega's, als een van onze grote politici stond Jean-Luc Dehaene een leven lang in dienst van de maatschappij. Met zijn engagement bepaalde hij een cruciale periode in de geschiedenis van België en van dit parlement. Mogen ons respect voor zijn persoon en de verdiensten die hij heeft tot steun zijn voor zijn vrouw, kinderen en nabestaan. Ik vraag u, collega's, een moment van stilte in acht te nemen. Dank u. Collega's, wij komen naar een belangrijk punt van onze agenda, het onderzoek van de geloofsbrief. Ik heb de taak een aantal elementen naar voren te brengen, want bij de installatie van het Vlaams parlement moeten wij krachtens artikel 31 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ons uitspreken over de geldigheid van de kiesverrichtingen betreffende de leden en hun opvolgers, de geloofsbrieven onderzoeken en de geschillen die hieromtrent reizen beslissen. Ik moet u melden dat bij brief van 28 mei 2014 verzaakte heer Daniel Termont aan zijn mandaat van lid van het Vlaams parlement voor de kieskring Oost-Vlaanderen, waartoe hij verkozen was bij de verkiezing van 25 mei jongstleden. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen is de heer Joris van den Broeke. Bij brief van 2 juli 2014 verzaakte heer Lieve de Hanskutter aan zijn mandaat van lid van het Vlaams parlement, insgelijks voor de kieskring Oost-Vlaanderen, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 25 mei jongstleden. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen is de heer Koen Daniels. De dossiers betreffende de verkiezing van het Vlaams parlement van 25 mei 2014 werden aan de griffier van het Vlaams parlement gestuurd door de voorzitters van de hoofdbureaus van de kieskringen, krachtens artikel 23 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en door de voorzitters van het gewestbureau, krachtens artikel 20 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop op het Brussels Oostelijk parlement en de Brusselse leden van het Vlaams parlement worden verkozen. Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk hadden het Vlaams parlement en andere parlementaire assemblées deskundigen aangewezen die hebben toegezien op de voorbereiding, het gebruik en de goede werking van alle elektronische stemsystemen, registratiesystemen, ontsleutelingssystemen en totaliseringssystemen, als ook de procedures betreffende de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van de apparatuur, programmatuur en de elektronische gegevensdragers. Op 10 juni jongstleden heeft dit college van deskundigen zijn verslag aan het Vlaams parlement bezorgd dat de griffier aan u allen, collega's, op 13 juni jongstleden overmaakt. Daarboven heeft de griffier op 4 juni 2014 een bezwaarschrift ontvangen van de heer Bruno Tobak. Daarnaast werden op 5 juli 2014 bezwaarschriften ontvangen van mevrouw Christel Bogaert, de heer René Brabants, de heer Kurt de Bakker, mevrouw Vanessa Danskotter, mevrouw Agnès Jonkere, de heer Vincent Minne en de heer Andy Vermout en op 6 juli 2014 van de heer Franklin van Dorpen. Bij brief van 11 juli 2004 heeft de griffier uw verslag met de conclusies van het administratieve onderzoek van de dossiers, de bezwaarschriften en de geloofsbrieven van de verkozenen en opvolgers overgemaakt.
Ook het aanvullend verslag is u bezorgd bij mail van 16 juni, jongstleden. Een tweede aanvullend verslag werd zo pas op de banken rondgedeeld. De verslagen zullen als bijlage in de handelingen worden opgenomen. Neemt of vraagt hier iemand omtrent het woord? Meneer de fractievoorzitter. Voorzitter, het is met enige spijt dat ik hier het woord moet nemen op een in se feestelijke openingszitting. Maar de waarheid heeft haar rechten. En de waarheid is dat niet in heel Vlaanderen de stemming op een optimale manier is georganiseerd. Bij het nazicht van de documenten hebben wij kunnen vaststellen dat in Vlaams-Brabant en dan in het bijzonder in de kieskring Sint-Genesius-Rode hiaten, fouten, slordigheden zich hebben opgestapeld. Vandaar dat wij als fractie ook bijkomende opmerkingen op het verslag van de griffier hebben ingediend. En deze fouten zijn zo frequent dat ze eigenlijk symptomen zijn van een slechte organisatie van de verkiezingen in het voornoemde kanton. We denken, het is onze innige overtuiging, dat die slechte organisatie mee invloed kan hebben gehad op de uitslag van de verkiezingen. En ik moet u dus, voorzitter, collega's vragen om te vermijden dat gedurende 5 jaar boven dit parlement een zweem van twijfel hangt om een hertelling van de stemmen in het kanton Sint-Genesius-Rode te organiseren. We moeten met dit parlement boven elke twijfel staan. Ik denk dat de inwoners van Vlaams-Brabant en eigenlijk alle Vlamingen daar recht op hebben. Dank u wel, collega. Vraagt iemand anders het woord? Ja, u hebt het woord. Meneer voorzitter, we zitten hier nu in het Vlaams parlement, maar vorige week op 10 juni heeft ook het Brussels Hofstedelijk parlement zich uitgesproken over de geldigheid van de kiesverrichtingen. En het minste wat je kan zeggen is dat er in het Brussels gewest toch een aantal opmerkelijke zaken gebeurd zijn. En opmerkelijke zaken die ook eventueel repercussies kunnen hebben voor de samenstelling van deze assemblée. Bijvoorbeeld de telling van de stemmen heeft 2 dagen geduurd. Er zouden onregelmatigheden gebeurd zijn bij de werkzaamheden na het sluiten van de stembureaus. Er waren technische problemen die geleid hebben tot de ongeldig verklaring van een aantal stemmen en ga zo maar verder. Volgens het verslag van de deskundigen zou dit geen gevolgen hebben gehad op de zetelverdeling, maar niettemin, en ik wil er niet te ver over uitweiden, laat dat verslag, dat onafhankelijk verslag van deskundigen, toch nog wel heel wat vragen onbeantwoord. En zijn de onregelmatigheden van die aard dat mijn fractie in elk geval hier het nodige voorbehoud voor wenst te nemen. Een aantal partijen trouwens in het Brussels Hofstedelijk Parlement, waaronder de mijne, hebben de geldigheid van de kiesverrichtingen voor het Brussels Hofstedelijk gewest niet goedgekeurd. En ik wil dan ook namens mijn fractie ons onthouden voor wat betreft de kieskring Brussel. En tenslotte, in de marge van dit verhaal, maar toch niet geheel onbelangrijk, wij zijn hier als nieuwe parlementsleden volgens de wet verplicht om de verkiezingsuitslag goed te keuren. Dat is nu eenmaal de procedure zoals ze tot vandaag geldt. Het parlement moet dus zijn eigen verkiezing goedkeuren. En we stellen vast dat één en dezelfde instantie, dus zowel controleur als gecontroleerde, zowel rechter als partij is. En ik vind dat in elk geval, en mijn fractie vindt dat, een ongezonde situatie. En daarom, meneer de voorzitter en collega's, we moeten en we kunnen daarover vandaag niet beslissen. Maar ik wil toch met aandacht vragen dat we dit systeem in de komende legislatuur herbekijken en democratiseren. Dat dit debat gegaan is tot in de Raad van Europa, dat daar een arrest is naar de welke ik u durf verwijzen. Het arrest Grossarou van 2 maart 2010, dat misschien voor de lectuur van eenieder aan de leden kan worden overgemaakt. Dank u wel. Meneer Matthias Diependaal. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Janssens, ik denk inderdaad dat je daar een punt aanhaalt wat dat zeker later voor het debat terug moet komen. Het jammer is natuurlijk dat om dat te doen moet je de grondwet aanpassen en die is niet voor herziening vatbaar verklaard. Dus in die zin zal dat nog niet direct voor nu zijn. Nu, meneer de voorzitter, we hebben een zeer strikt reglement op dit punt. Het reglement dat heel duidelijk aangeeft hoe dat de procedure moet verlopen bij dergelijke betwistingen. En dat betekent dat er een soort commissie van wijzen wordt opgericht. Dat zijn dan de 7 mensen met het meeste anciëniteit. Ik moet eerlijk zeggen dat ik persoonlijk vind dat wijsheid niet ook zakelijk samengaat met ouderdom of anciëniteit.
Maar dat zal misschien nog veranderen als ik een beetje ouder word, dat ik daar een andere mening over krijg. Maar ik zou voorstellen dat we ons reglement hier zeer strikt toepassen en dat we overgaan tot het aanduiden of het opstellen van die commissie. Dank u wel. Ik kan dat moeilijk als een persoonlijk feit beschouwen. Maar in elk geval, heb ik hier een aantal voorstellen. Zijn er nog andere collega's die in dat debat wensen tussen te komen? Ik heb de feeling dat er, en ik zal het laten uittesten door de stemming die ik nu zal vragen te doen, er een voorstel is tot het oprichten van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Misschien, en ik hoop dat dat niemand beïnvloedt, zal ik u zeggen welke de samenstelling van die commissie is. Overeenkomstig artikel 3.5 van ons eigen reglement is de commissie samengesteld uit 7 verkozenen die het langst lid zijn van het Europees Parlement. In het Vlaams parlement. U ziet dat ik het groot op heb voor deze zaak. En het Vlaams parlement met name in de dalende anciëniteit. Herman de Croo, Jos de Meijer, Karin van Overmeijer, Christian van Dijken, Chris van Dijk, Marino Keulen en mevrouw Kathleen Helsen. Ik zal nu, zoals de procedure het voorziet, laten stemmen bij zitten en opstaan. Zij die het voorstel dat je gehoord hebt ter oprichting van deze commissie steunen, staan recht. Ja, ik wil wel een tegenproef doen, dank u wel. Een tegenproef. Collega, ik hou hier de neutraliteit zo hoog als mogelijk. Dus de commissie wordt aangesteld. Zij is bemand en bevrouwd. En ze komt bijeen nu in de Jeroen Boszaal. Om deze commissie enkele tijd te geven, zal ik jullie vragen mij toe te laten de zitting te schorsen tot wanneer wij met een rapport en een voorstel terugkomen. De zitting is geschorst.
Hun, hè?
het geen budget bedenkt dat er niet 5 miljoen voor nodig is. Collega's, collega's. Als u toelaat dat we er beginnen, desalniettemin de geschreven tekst van het verslag in bedeling zal zijn, dit in enkele ogenblikken, dan willen we toch ook een beetje tijd. Ik wil de collega's van deze bijzondere commissie, als ik het zo mag zeggen, zoals de Meijer, Karine van Overmeer, Christian van Eiken, Chris van Dijk, Marino Keulen en de verslaggeefster Kathleen Elzen bedanken. We zijn tot een eenparige conclusie gekomen die de verslaggever u zal voorbrengen. Mevrouw de verslaggever, het woord is aan u. Beste voorzitter, geachte collega's. De Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van dinsdag 17 juni 2014 stelt op basis van het administratieve onderzoek van de geloofsbrieven aan het Vlaams Parlement voor om ten eerste de bezwaarschriften van 5 juni 2014 van mevrouw Bogaert, de heer Brabants, de heer De Bakker, mevrouw Danschotter, mevrouw Jonkeren en de heer Vermout en het bezwaarschrift van 6 juni 2014 van de heer Van Dorpen ongegrond te verklaren. Ten tweede, het bezwaarschrift van 4 juni 2014 van de heer Minne onontvankelijk te verklaren. Ten derde, vast te stellen dat in meerdere kantons en kieskringen, waaronder ook de kieskring Vlaams-Brabant,
niet bij alle kiesverrichtingen de nodige zorgvuldigheid aan de dag is gelegd en de minister van Binnenlandse Zaken hiervan op de hoogte te brengen. Ten vierde, de kiesverrichtingen van zondag 25 mei 2014 geldig te verklaren voor de kieskring Vlaams-Brabant, met uitzondering van de manueel uitgebrachte stemmen in het kanton Sint-Genesius-Rode. Het gaat meer bepaald om de gemeente Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek en Wemmel. Deze zullen worden herteld door ambtenaren van het Vlaams parlement, aangeduid door de griffier, tot op het niveau van het stemcijfer van alle lijsten. Alle partijen met een verkozene in het Vlaams parlement worden uitgenodigd om maximum 3 getuigen af te vaardigen op de hertelling. Van zodra het resultaat van de hertelling vaststaat, wordt het gecommuniceerd. De tijdelijke voorzitter is bevoegd om alle beslissingen van praktische aard te nemen. De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven stelt voor om de eedaflegging van de verkozenen van de kieskring Vlaams-Brabant uit te stellen. Ten vijfde, de kiesverrichtingen van zondag 25 mei 2014 geldig te verklaren voor de kieskringen Antwerpen, Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Tot hier het verslag van de commissie. Dank u wel, mevrouw de verslaggever. Indien het Vlaams parlement met dit verslag en de conclusies kan instemmen, kan ik in parigheid veronderstellen. Ja, je hebt het woord, juist. Voorzitter, ik kan akkoord gaan met het verslag en met de conclusies, met uitzondering van mijn betoog dat ik eerder hield wat betreft de kieskring Brussel. Ja, maar dan ga ik doen stemmen. Zijt je akkoord met de conclusies van dit? Ik heb een grote moeite om de onthouding vast te stellen wanneer men opstaat en zit, maar dat is iets dat ik niet kan uitdrukken. Maar oké, okay. Dus wij gaan stemmen. Zijn de conclusies? Dan kunnen wij hoofdelijk stemmen ook, hè? Nee. Wij gaan de conclusies van dit verslag goedkeuren. Zij die dat willen goedkeuren, staan recht. Tegenproef. De conclusies en de besluiten zijn aangenomen. Dat betekent de bezwaarschriften ontvangen van mevrouw Christel Bogaert, René Brabants, Kurt de Brabander, Vanessa Danskoter, Agnes Jonkeer, Andy Vermout op 5 juli 14 en van Franklin van Dorpen op 6 juli 14 zijn ontvankelijk, maar ongegrond, om de reden opgenomen in het verslag en het aanvullend verslag over het alternatieve onderzoek van de geloofsbrieven. Het bezwaarschrift ingediend door de heer Vincent Minne op 5 juni 2014 is onontvankelijk omdat het niet ondertekend door een kandidaat. Dus ik verklaar de verkiezingen van het Vlaams parlement van 25 mei 2014 geldig voor de kieskringen Antwerpen, Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Het bezwaarschrift ingediend door de heer Bloed-Tobak op 4 juni 2014 is ontvankelijk. De plenaire vergadering beslist in te gaan op het verzoek tot hertelling volgens de modaliteiten voorgesteld door de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven. Voor de kieskring Vlaams-Brabant wordt het onderzoek derhalve voortgezet op de eerstvolgende plenaire vergadering. Collega's, ik heb de eer volgende verkozenen uit te roepen tot Vlaams volksvertegenwoordiger. De eetaflegging zal daarna gebeuren. Voor de kieskring Antwerpen, de heer Imade Anouri, mevrouw Caroline Bastiaans, de heer Jan Bertens, de heer Dirk de Kort, mevrouw Annick de Ridder, mevrouw Caroline Genet, mevrouw Kathleen Elze, de heer Mark Hendricks, mevrouw Lisbeth Omans, mevrouw Sophie Joosen, de heer Wart Kellis, mevrouw Jasmina Kerbash, mevrouw Kathleen Krekels, de heer Philippe Muiters, de heer Chris Peters, mevrouw Ingrid Pira, mevrouw Tine Rombouts, de heer Willem Frederik Schiltz,
de heer Bart Sooms, mevrouw Martien Taalman, mevrouw Gunnar Turan, de heer Wouter van Bezien, de heer Lido van Kampenhout, de heer Koen van den Heuvel, mevrouw Anke van der Meers, mevrouw Tine van der Vloed, de heer Chris van Dijk, de heer Jan van Esbroek, de heer Tom van Grieken, de heer Paul van Miert, mevrouw Manuela van Werden, de heer Peter Wouters en de heer Herman Wijnands. Voor de kieskring Brussel, de heer Lionel Bajard, mevrouw Anne Brussel, mevrouw Bianca de Baats, mevrouw Jamila Idrissi, mevrouw Elke van den Brand, de heer Karel van Wouw. Voor de kieskring Limburg, de heer Bob, Rob Beenders, de heer Lode Sijsens, mevrouw Sonia Klaas, de heer Johan Danen, de heer Jelle Engelbos, mevrouw Lies Jans, mevrouw Vera Jans, de heer Chris Janssens, de heer Marino Keulen, de heer Jos Landmeters, mevrouw Ingrid Lieten, mevrouw Lydia Peters, de heer Jan Peumans, mevrouw Grete Remen, mevrouw Els Robijns, de heer Jo van Deurzen. Voor de kieskring Oost-Vlaanderen, mevrouw Barbara Bonte, de heer Robrecht Botuiden, de heer Matthias de Klerk, Herman de Kroon, de heer Jean-Jacques de Gucht, de heer Kurt de Loor, de heer Marnik de Meulemeester, mevrouw Ingeborg de Meulemeester, de heer Jos de Meijer, de heer Guy Dazeleer, de heer Matthias Diependalen, mevrouw Cindy Fransen, de heer Andries Griffoy, de heer Marius Meulemans, mevrouw Elisabeth Meuleman, de heer Bjorn Kloska, mevrouw Freya Saes, mevrouw Joke Schouwvliegen, mevrouw Elke Sleurs, mevrouw Valerie Taaldeman, mevrouw Freya van den Bossen, mevrouw Miranda van Eetveld, de heer Bart van Malderen, de heer Karin van Overmeer, mevrouw Sabine Vermeulen. Voor de kieskring West-Vlaanderen, de heer Bjorn Nansee, de heer Geert Bourgeois, de heer Bart Caron, mevrouw Griet Copé, mevrouw Cathy Koudijzer, mevrouw Ilde Krewits, de heer Jon Krombe, mevrouw Sabine de Bethune, de heer Bart Doshi, mevrouw Martine Fournier, mevrouw Danielle Goderis-Tsonk, mevrouw Michel Ostekind, de heer Renaat Landuit, de heer Axel Rons, de heer Stefan Sintobin, mevrouw Tine Soens, mevrouw Anne Soete, de heer Bart Tommelijn, de heer Wilfried van Dalen, de heer Francesco van der Jeugd, mevrouw Mercedes van Volksem, de heer Johan Verstreken. Ik roep de volgende kandidaat-opvolgers uit tot Vlaamse volksvertegenwoordiger. Voor de kieskring Oost-Vlaanderen, de heer Koen Daniels als opvolger van de heer Lieven de Hanskutter, de heer Joris van den Broeke als opvolger van de heer Daniel Termont. Ik roep de kandidaat-opvolgers van wie in het verslag en het aanvullend verslagen van de rivier over het administratief onderzoek van geloofsgelieven wordt voorgesteld om te beslissen dat zij voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden uit tot opvolger met uitzondering van de kandidaat-opvolgers voor het ogenblik van de kieskring van Vlaams-Brabant. Het onderzoek van de geloofsbrieven voor andere opvolgers wordt onbepaald uitgesteld. Goede collega's, we gaan overgaan tot de eetaflegging van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Bij de naamafroeping van de collega's vraag ik hen, haar en hem recht te staan, de micro aan te zetten en van een eed af te leggen die luidt als volgt van op hun plaats. Ik zeg de formule, ik zweer de grondwet na te leven. Wij worden hier geholpen door twee collega's, mevrouw Tine Soens, de tweede jongste van ons Vlaams parlement. Ik was dat collega in 1968. In illo tempore in de Kamer. U gaat dus de naam uitloten met de welke wij dan alfabetisch gaan beginnen. Doet u maar. Mevrouw Robijnstraat.
Met wie beginnen wij? Els Robijns. En dan gaat het alfabetisch volgen. Francesco van der Jeugd en mevrouw Tine Soens gaan elk een tiental namen afroepen. Bij de afroeping van de bedoelde naam staat u recht en u bent zo vriendelijk van de eed, ik zweer de grondwet, na te leven, uit te spreken. Ik wil ook recht staan om deze eed af te nemen. Doet u maar. U begint. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed afleggen. Mevrouw Tine Rombouts. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed afleggen. De heer Axel Ronsen. Ik geef u akte van uw eed aflegging. De heer Bjorn Roschka. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed aflegging. Mevrouw Freya Saes. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed aflegging. Mevrouw Joke Schouwvliegen. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed aflegging. De heer Willem Frederik Schilds. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u ook akte van uw eed aflegging. De heer Stefaan Sint-Tobin. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed aflegging. Mevrouw Elke Sleurs. Ik geef u akte van uw eed aflegging. Mag ik nog eens insisteren dat jullie uw micro opzet voor een aantal gevolgen? Dan bent u oorbaar. Oké. Dank u, voorzitter. Ik zal zo gentil zijn om de naam van mijn lieftallige assistente af te roepen. Mevrouw Tine Soens. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eetaflegging. Mevrouw Ann Soete. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eetaflegging. De heer Bart Somers. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed afleggen. Mevrouw Valerie Taaldeman. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed afleggen. Mevrouw Martien Taalman. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed aflegging. De heer Bart Tommelijn. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed aflegging. Mevrouw Güler Turan. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed aflegging. De heer Ludo van Kampenhout. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed aflegging. Mevrouw Freya van den Bossen. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed aflegging. Mevrouw Elke van den Brand. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u akte van uw eed aflegging.
De heer Joris van den Broeke. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u acte van die eed, applaus. De heer Koen van den Heuvel. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u acte van die eed, applaus. Mevrouw Tine van der Vloed. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u acte van die eed, applaus. Mevrouw Anke van der Meers. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van die eed, applaus. De heer Chris van Dijk. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van die eed, applaus. Mevrouw Miranda van Eetvelde. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van die eed, applaus. De heer Jan van Esbroek. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Tom van Grieken. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Bart van Melderen. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Paul van Miert. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. Mevrouw Karim van Overmeijren. Ik zal het nog eens doen. Ik heb veel vragen, maar dat is te veel voor mij. Excuseer, ik ga dat goed maken en ik ga u interacteren. Hè. Ja, heel goed. Dat is heel goed. En daar gaat hij, meneer Karim van Overmeijer. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die acte van uw eed, applaus. En die ken ik. Mevrouw Mercedes van Volsen. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die acte van uw eed, applaus. Mevrouw Manuela van Werde. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Wouter van Bezien. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Wilfried van Dalen. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. En ik zal het terugdoen voor Francesco, de heer Francesco van der Jeugd. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Jo van Deurzen. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Karl van Louwe. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. Eindelijk van. Mevrouw Sabine Vermeulen. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Johan Verstreken. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Peter Wouters. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Herman Wijnans. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Imade Anouri. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus. De heer Bjorn Anseeuw. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eed, applaus.
De heer Lionel Bayard. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die achter van u even. Mevrouw Carolien Bastiaans. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die achter van u even afleggen. De heer Rob Beenders. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Jan Bertels. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Barbara Bonte. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die akte van uw eetafleg, mevrouw. De heer Robrecht Botuinen. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die akte van uw eetafleg. Okay. De heer Geert Bourgeois. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die akte van uw eetafleg. Mevrouw Anne Brusseels. Brussel. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die akte van uw eetafleg. De heer Bart Caron. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die akte van uw eetafleg. De heer Lode Seysens. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die akte van uw eetafleg. Mevrouw Sonja Klaas. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die akte van uw eetafleg. Mevrouw Griet Koppé. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer die akte van uw eetafleg. Mevrouw Cathy Koedizer. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw de akte van uw eetafleg. Mevrouw Hilde Krevits. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw de akte van uw eetafleg. Meneer John Crombie. Ik zweer de grondwet na te leven. De akte van uw eetafleg. De heer Johan Danen. Mag ik misschien een kleine bemerking maken? De heer Danen verjaart vandaag en is zo oud. Is zo oud als de stichting van het Vlaams Parlement. En heeft de ouderdom van de eerste opening van de culturele raad, voorloper van dit parlement. Zo is dat. Je hebt een voet. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Koen Daniels. Ik zweer de grondwet na te leven. Geef de akte van u in afleg. Mevrouw Bianca de Baats. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Sabine de Betune. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Matthias de Klerk. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Herman de Kroon. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Jean-Jacques de Gucht. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Dirk de Kort. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Kurt de Loor.
Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Marnik, de meulemeester. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Ingeborg, de meulemeester. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Jos de Meijer. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Aniek de Ridder. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Guy Dazeleer. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Matthias Diependaal. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Bart Doshi. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Jelle Engelbos. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Martien Fournier. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Cindy Fransen. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Caroline Genet. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Danielle Goderis-Tjonk. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Andries Griffroy. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Kathleen Helsen. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Mark Hendricks. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Lisbeth Homans. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Michelle Hostekind. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Jamila Idrissi. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Lies Jans. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Vera Jans. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Chris Janssens. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Sophie Joossen. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Ward Kennis. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Marino Keulen. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Jasmin Kerbash. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Kathleen Krekels. Ik zweer de grondwet na te leven. De
De heer Renaat Landuit. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de achterban na te leven. De heer Jos Landmeters. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de achterban na te leven. Mevrouw Ingrid Lieten. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de achter van uw eet af. De heer Marius Mermans. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de achter van uw eet af. Mevrouw Elisabeth Meuleman. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de achter van uw eet af. De heer Philippe Muiters. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de achter van uw eet af. Dat moet niet, hè? De heer Chris Peters. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Lydia Peters. Ik zweer de grondwet na te leven. De heer Jan Peumans. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Ingrid Pira. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de achter van uw eet af. En als voorlopig laatste, mevrouw Grete Remen. Ik zweer de grondwet na te leven. Collega's, ik hoop en ik dank de twee secretarissen voor hun welwillendheid. Ik wens u allemaal geluk met uw lidschap van het Vlaams parlement. En Festina Lente, Vlaams Brabant, komt hopelijk aan de beurt volgende week. Collega's, ik heb nog een drietal aangelegenheden die ik graag zou willen met u beëindigen. Enerzijds heb ik op de dagorde de samenstelling van het bestuur van de politieke fracties, de verkiezing van het bureau, een kleine toespraak van uw tijdelijke voorzitter en de regeling van de werkzaamheden. Meneer Matthias Diependaal. Dank u wel, meneer de voorzitter. Gelet op de, ook eerst in mijn naam, protégé aan iedereen die vandaag zijn eet afgelegd heeft, maar gelet op de beslissing die we daarnet genomen hebben om de eetaflegging van de mensen van Vlaams-Brabant uit te stellen naar een later tijdstip, na de hertelling, zou ik voorstellen om de samenstelling van de politieke fracties uit te stellen, om de heel eenvoudige reden dat daarvoor het parlement voltallig moet zijn, dat alle 124 leden aanwezig moeten zijn, en ook de verkiezing van het bureau uit te stellen. Daarbij komt nog een keer dat we daarvoor beroep kunnen doen op artikel 12, ten eerste van het reglement, om die verkiezing uit te stellen, maar natuurlijk is het ook om de praktische redenen dat daarvoor het parlement voltallig moet zijn. Dus wij zouden dat willen verdagen naar een volgende vergadering. Collega's, je hebt het voorstel gehoord. Is daar unanimiteit in het Vlaams parlement? Dus zo zal geschieden. Ik veroorloof mij een korte toespraak te houden zoals destijds mijn collega Salwes heeft gedaan. En daarna zullen wij de werkzaamheden regelen. Albo Lapillo notare diem. Dit is voor mij een belangrijke dag, collega's. Bij het begin van de nieuwe legislatuur mag men verwachten dat de burger uitkijkt naar wat Vlaanderen zal doen met de nieuwe bevoegdheden die het heeft gekregen bij de zesde staatshervorming. De nieuwe Vlaamse regering, maar ook vooral dit parlement, zullen er gestalte aan geven. Het parlement heeft in het verleden al bewezen uitstekend werk af te leveren in commissies en in plenaire vergaderingen.
ook wanneer het over moeilijke technische discussies gaat. Maar een parlement moet meer doen om een levend parlement te zijn dat de geesten en zo mogelijk ook de harten van de burgers raakt. Daarvoor is het nodig dat we het debat aangaan over de grote maatschappelijke vraagstukken waarmede de samenleving wordt geconfronteerd. De vergrijzing, het moeilijk pad naar integratie van nieuwe medeburgers, de nog steeds voortdurende gevolgen van de crisis met massa-ontslagen, de wereldwijde actie van staten, beschavingen, godsdiensten en wat het meebrengt aan uitdagingen, maar ook aan vruchtbare uitwisselingen. Onze bevoegdheden zijn daarnaast die zaken waarmee de mensen ook dagelijks te maken hebben. Mobiliteit, onderwijs, werk, wonen en zoveel meer. Dit parlement kan dus de plaats worden waar de grote thema's onmiddellijk gekoppeld worden aan de zeer nabije praktische bekommernissen. In feite geeft dat grote opportuniteiten om goede debatten te voeren. Maar daarvoor is zeker ook nodig dat de leden van het parlement zich voor een stuk losmaken van de druk van de actualiteit. Natuurlijk is die actualiteit belangrijk, omdat het geregeld voorvalt dat er plots zaken opduiken die onderliggende problemen maar al te duidelijk maken. Het is goed dat het parlement daar in een wekelijks vragenuurtje over debatteert. Maar hier past wel een bedenking bij. Veel te dikwijls, collega's, laat de politiek zich opjagen door wat actueel is. Maar ontbreekt het aan een meer diepgaande analyse en een zekere bezinning. En vooral, eens het debat gesloten wordt, vergeet men het vlug en men gaat over tot de volgende orde van de dag. Ik heb steeds in mijn leven de volgende zin onthouden. Mag ik u eraan herinneren dat structurele problemen structurele oplossingen vergen? Conjuncturele problemen vragen conjuncturele oplossingen en niet het omgekeerde. Een parlement moet veel meer zijn dan een mogelijke aaneenschakeling van enkele stroovuurdebatten die dikwijls tot weinig leiden, tenzij misschien door een opgemerkte quote die door de media gretig wordt opgepikt. Echte parlementaire debatten moeten leiden tot bezinning en conclusies, die ook ingrijpen op het beleid dat in Vlaanderen wordt gevoerd. Daarom moeten ze diepgaand zijn. Dat veronderstelt ook parlementsleden die bereid zijn zich fors in dossiers in te graven en er zichzelf vast in te bijten. Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden waar een politicus een belangrijke voorwaarde van deze manier van werken wordt gebruikt om als vol te worden aanzien. Terecht koestert dit alfront iedereen de ambitie om van deze legislatuur iets te maken. Het voeren van langere termijn debatten kan deze ambitie waarmaken. In principe is het parlement immers de plaats bij uitstek om deze lange termijn debatten te voeren. Bijvoorbeeld, waar gaat het naartoe met onze mobiliteit? Welke zijn de uitdagingen van de klimaatsveranderingen en het leefmilieu? Welk soort onderwijs en naonderwijs willen wij in de toekomst? En heel belangrijk, hoe gaan wij ons welzijn betaalbaar houden? Het zijn allemaal vraagstukken waarop slechts kan geantwoord worden binnen een langere termijnvisie. Het is onze parlementaire opdracht om opbouwende debatten over die langere termijnvisies te voeren. Dat vergt dossierkennis, maar ook ambitie en toekomstvisie. Maar met dit alles mogen we niet uit het oog verliezen dat elk lid van het parlement ook een vertegenwoordiger is van het volk. Na 46 jaar onderbroken verkozen te zijn geweest in uitsluitende Vlaamse kiesdistricten, weet ik dat het parlement bij uitstek de plaats is waar de bruggen worden gelegd tussen wat er leeft in de maatschappij en hoe het beleid erover wordt gevoerd. Dat maakt het noodzakelijk dat de bekommernissen die in de maatschappij leven vertaald worden naar opties om beleid bij te sturen, meer nog om de toekomstgericht uit te bouwen. De brug tussen samenleving en beleid
werkt ook op een andere manier. Het parlement moet niet alleen beleid bijsturen, het moet ook nauwgezet controleren en natrekken of de regering wel doet wat zij moet doen, namelijk uitvoeren wat door het parlement is beslist. Die controletaak ter harte nemen is en blijft een permanente opdracht. Collega's, het Vlaamse parlement viert in de loop van deze legislatuur zijn 20 jaar bestaan als rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiger. In die 20 jaar is heel wat weg afgelegd om van dit huis een moderne instelling te maken. De basis is gelegd en de infrastructuur werkt uitstekend. Maar het zijn de volksvertegenwoordigers, wij zelf die het moeten waarmaken. Ik mag dan ook de hoop uitspreken dat de komende 5 jaar zullen dienen om vooruitziend wat kan komen in Vlaanderen, in België, in Europa en in de wereld, de kracht te vinden die nodig is om in vrede, welvaart, verstandhouding, verdraagzaamheid en vooruitgang bij te dragen tot wat het opperste doel is van de maatschappij, zijn medemensen gelukkig maken. Collega's, wij hebben als laatste punt de regeling van onze werkzaamheden. Voor de verdere afhandeling van onze agenda stel ik voor datum en uur van de volgende plenaire vergadering aan uw tijdelijke voorzitter toe te laten met de hoop dat wij het kunnen doen woensdag aanstaande om 14:30. Ik vermoed dat technisch deze zaken mogelijk zijn. Bent u daarmee akkoord? Er komt dusdoende een einde aan onze werkzaamheden. En we zouden misschien geen Vlaams parlement zijn, mocht ik u niet melden dat aansluitend op deze plenaire vergadering u samen met uw naaste familieleden wordt verwacht in de Schelm voor de traditionele receptie. Het vare u wel. Dank u wel. De zitting is besloten. Zo. Voilà. De brief.